Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een wisselend bewolkt beeld met prachtige zonnige momenten, maar er waren ook wel plaatsen waar de bewolking de overhand had. Op de satellietfoto is dat goed te zien. In het zuidoosten wat meer wolkenvelden, net als in de loop van de dag ook in het noordwesten en daartussenin juist een gebied waar de zon wat vaker scheen. Nou, die zon gaat het wel verliezen, want de bewolking vanuit het zuidwesten en westen neemt geleidelijk aan toe. En die bewolking wordt dikker en dikker en er gaat ook regen vallen. Dat gebeurt in de loop van de avond van het westen uit met temperaturen van een graad of 9. Als het eenmaal gaat regenen loopt de temperatuur eerder op dan dat het verder afkoelt. Vannacht temperaturen van 8 of 9 graden en perioden met regen. Daarnaast ook veel wind langs de kust waait het hard windkracht 7. Af en toe zelfs stormachtig windkracht 8. En er kunnen dus windstoten voorkomen tot zo'n 90 km per uur. Dat is morgen overdag eigenlijk niet anders. Het is bewolkt, het is wat vaker droog in de ochtend, met name in het zuidoosten. Maar daarna wordt het toch weer regenachtig in de middag en avond. Temperaturen hoog, 11 of 12 graden. Dan gaan we naar de donderdag en dan laat het weer een heel ander weerbeeld zien. Want de regen is naar het oosten weggetrokken, de zon breekt breed uit door en we zitten in net iets minder zachte lucht met maximumtemperaturen van 7 of 8 graden. De wind draait naar het westen tot noordwesten, maar draait vrijdag alweer terug naar de zuidwestrichting. En dat betekent opnieuw aanvoer van onstabiele, onstandvastige lucht met van tijd tot tijd buien en een klein beetje zon tussendoor. Zaterdag lijkt de zon weinig of geen ruimte te hebben en is het een regenachtige boel. Nou, de temperatuur blijft voorlopig op een hoog niveau. De 0 gradenlijn teken voor het gemak maar eventjes in. Daar komen we niet of nauwelijks in de buurt, ook niet in de nacht en dat betekent dat winterweer voorlopig ver weg is. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.